We staan hier op het vliegveld van Caracas in Venezuela met een delegatie van de Europese Volkspartij. We zijn hier net aangekomen en op uitnodiging trouwens van het officiële parlement van Venezuela. De voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken staat buiten bij de luchthaven op ons te wachten, maar we mogen het land niet in. We hebben te horen gekregen van de regering, of eigenlijk van een ambtenaar die de regering vertegenwoordigt, dat we op de eerste de beste vlucht terug moeten naar Madrid. We worden dus uitgezet. Dit zal ongetwijfeld consequenties hebben. Heel jammer, want we kwamen hier niet om te provoceren. We kwamen om te kijken hoe het gaat met de medische hulp aan mensen ter plekke. Om te pleiten om humanitaire steun in het land toe te laten voor de mensen die eigenlijk het meest lijden onder de situatie hier. Maar helaas vertrekken we nu terug naar de Europese Unie.